Het is vandaag Open Havendag in Vlissingen en Terneuzen. De Westerschelde Ferry is een van de deelnemers aan deze dag. Wij gaan kijken en luisteren naar een presentatie van de directeur van de ferry, Wiljan Vloet. En, speciaal op deze dag, mogen we een kijkje nemen in de stuurhut. Kom, we gaan aan boord. Wij varen elk jaar 15.000 keer Vlissingen, Breskens, Breskens, Vlissingen. Het hele jaar door. In heel veel maanden is het niet zo heel druk. Dan zijn we heel veel mensen die hier op het eiland wonen. En studenten die dat op en neer gaan. Maar in de zomermaanden, dan zie je met deze pieken, dan hebben we het erg druk. Dan is het echt volle bak. Een voorbeeld, afgelopen jaar in augustus was er 70.000 fietsen en 50.000 voetgangers. Dus 120.000 mensen die gebruik maken van de Westerschelde Ferry. Dan moeten mensen dus echt lang wachten. Dan zit het hier helemaal vol in de ochtend van Breskens naar Vlissingen en in de middag van Vlissingen naar Breskens. En waarom vertel ik dit nu? 2 jaar geleden was dit eigenlijk het enige wat telde. Het personeel hier, dat werkte hard. En die zorgde ervoor dat elke dag de boot op en neer ging. Toen waren we een soort openbaar gebeuren. Een soort mobiliteit, zoals het mooi is. Hetzelfde als de trein. Mensen van A naar B rijden. Zoals een bus. Je haalt je op en die brengt je naar de bestemming. De provincie die zei eigenlijk toen de tijd 2 jaar geleden, er moet wat anders gebeuren. We gaan op en neer met heel veel afvaarten, dus 600.000 mensen vervoeren wij hier naartoe. Dat doen wij met ongeveer 50 man personeel en met 2 boten. En in het verleden waren we daar volop mee bezig. Nu nog, maar de provincie heeft gezegd er moet wat veranderen. Want het is heel mooi dat we 600.000 mensen vervoeren, maar het is een kostbare aangelegenheid. Niet alleen de prijs hier aan de kassa, maar ook het onderhoud van deze 2 schepen, het onderhoud van de kade. En soms in de winter, dan varen wij naar de overkant en hebben we 0 passagiers. En dan moeten we naar de overkant en dan hebben we altijd 4 man personeel aan boord, want we moeten altijd een kapitein hebben, dat is de baas. Een stuurman die goed de kapitein helpt. Dan hebben we een machinist die zorgt dat de motoren en de verlichting en alles goed werkt. En dan hebben we een matroos en die moet het hardste werken, want die moet alles schoonhouden op dit hele gebied. Gastvrijheid. Iedereen moet zich hier welkom voelen. Dat hebben we bijvoorbeeld gisteren gedaan, was een bevrijdingsfeest. Hebben we gezegd, nou normaal gesproken stoppen we in de zomer om 11:15. Maar nu hebben we gezegd, we doen ook 3 afvaarten naar de overkant, zodat de jeugd en de ouderen lang op het festival konden blijven, een drankje konden nuttigen, Goldband, de laatste band die er speelde, konden afwachten en keurig netjes om 13:15 nog naar de andere zijde werden gebracht. Veilig en betrouwbaar. Nou, ik denk dat dat het grootste compliment is wat we hier eigenlijk hebben. In al die jaren dat we hier gaan, varen we bijna altijd op tijd. Soms moeten we een schipper uithalen, omdat die een onderhoud moet hebben. We hebben maar 2 boten, dus ja, dan ligt er soms een vaart uit. Maar we varen altijd op tijd. En we hebben in al die jaren is er nog geen enkel groot incident geweest. Dus we zijn ontzettend veilig. Veilig en betrouwbaar. Nou, 4 kleine gebouwen en terminals. Ik denk dat je in Vlissingen al wat hebt kunnen zien. Een ander kleurtje, een speeltuintje, een andere manier van aankomst. Dat gaan we ook uitbreiden. De kassa's erbuiten, er komen wat meer winkeltjes, zodat het echt veel meer een toeristische plek is. Maar ook voor de bevolking is van, hé, het is zaterdag, we hebben niks te doen. We gaan lekker in het veerplein, je kunt makkelijk parkeren, we zetten de auto neer, we pakken een frietje, we doen even spelen, een beetje voetbal, een grasveldje moeten komen. Wat minder auto's hier op het plein. Nou, datzelfde principe doen we aan de andere kant in Breskens. Zijn we ook bezig om continu te zorgen dat als mensen daar komen, dus denk ik, hé, dat is wel leuk, een keer van Vlissingen daar naartoe of vice versa, maar dat het ook verrassend. Kijk, maar ik zal een voorbeeld noemen, op het moment dat wij niet mogen varen, moeten wij direct bussen regelen, ja. Van de provincie uit. Hè. Dus stel dat de boot stuk is, moeten we direct naar, dan zie je mensen die moeten dan helemaal omrijden. Ja, dan komen ze alle aansluitingen en alles mis. En nog een geheim, in de zomer kan ik het gewoon niet geregeld krijgen, heel eerlijk. Want ik kan geen 165 mensen één keer in de zomer in bussen krijgen. En we hebben soms 90 fietsen bij een afvaart. Ja, die krijg ik in geen enkele aanhanger, in geen enkele bus, in geen enkele vrachtwagen neergezet. Dus als we in de zomer stil liggen, hebben we een mega probleem. Ja. En ik vind ook, in het kader van mobiliteit Zeeland, ja, dan kun je eigenlijk niet maken om 21:15 te stoppen met vervoer. Hedendaagse jeugd, HZ, de stad die ontwikkeling is, dan zou je ook in de avonturen wel moeten varen. En zeker waar het weekend is. Nou, en dat kun je niet met zo'n groot schip, maar misschien wel met kleinere schepen waarbij je misschien 2 man personeel hoeft te hebben en andere mogelijkheden kunt krijgen. Nou, dat zijn allemaal leuke projecten die we te onderzoeken zijn. Nou, nou, dan wachten we even tot de nieuwe gasten komen. En als er nieuwe gasten komen, dan gaan we even voor de kinderen wat doen. Want dat gelul voor mij was ook niet alles voor jullie. Hè? Lekker naar boven kijken, dat is nog leuk. Wiljan, bedankt. Ja. Je ziet zeker. Ja, tuurlijk. Voor de veiligheid zijn controle. Al lang de deur open had, dan had hij uit of aan. Nou is die dicht met moordeur. Oh ja, dat is ook. Duidelijk mee controle. Nee, maar helemaal. Dat is in mei, ik wil zeggen dat dit wel enkel af. Vorige keer moest ik voor jou dat dingen doen. Dat zou af. Maar het is dan ook heel veel bussen.